De tweede rit in de third motion, Kelvin Taktop. Kom op, Lenny. Luc Smulders en Jamie Omring. EWO mensen, straks als we de third motion hebben gehad, op de baan blijven. Want dan gaan we proberen om die halve finales van de eigen klasse er meteen achteraan te draaien. Maar even terug naar de wedstrijd. Jimmy Overbrink, die gaat hier als eerste over die finishlijn. Race nummer 3 met Jurgen Taktor, Kevin Dollevoet, Levi van Hopte, Loris Bouw, Simon van Nooy en Max van Linden. En wie komt daar naar voren gestorven? Eentje van FC Nuland, daar in het achterveld. We zitten kijken wie daar is, want die tijd van Vermogen van FC Nuland, die moet op de stelling gaan passen, want dat is 433, Kevin Dollevoet. En dan gaan we even kijken naar 468, dat is Max van Linden op die tweede plek. En wie ligt er dan af? Eerste, en dat is 140, Levi van Hopte. Race nummer 4 met Dylan Goudemans, Nick Mengering, Tim Goosens, Brian van Eerwijk en Stef van As. Een klein verzoek eventjes aan de starter om de mensen, Buddy, eventjes een klein verzoek om de mensen die bij de starter willen er niet eigenlijk horen om terug te sturen. Eentjes terug naar de wedstrijd en dan hier aan de leiding Marijn van Eerwijk. En dan gaan we door naar plek nummer 2 van de Roepers, Tim Goosens. En dan op 3. Niet Meijering. Race nummer 5 op de startheuvel. Sven van Dongen, Mike Rent, Rick van der Haan, Jure Werner, Heikki van Schijndel en Chris Verstappen. En gaat die weer flikken? Gaat Chris het weer flikken om die koppositie in handen te pakken. Trappen, en natuurlijk is hij weer op de eerste weg. Met 400. Aan de leiding hier met 419 Chris Verstappen. Hij is de schaapjes vandaag op het droge. Er kan eigenlijk een weinig gebeuren. We gaan door naar race nummer 6. En wie komt hier naar voren? Is het met 58 Harm Schulders of is het met 464 Stam van Os? Het is toch Harm Schulders die voorlopig aan het langste eindje trekt. En dat is van de Roepers, volgens door eentje van FC Nederland, Stam van Os met 464 op die tweede plek. En dan gaan we met door naar die derde plek en dat is Kevin van Burg van de Roepers. En dan met een mooie inhaalmanoeuvre van Jokker van Adenbeek van de Roepers. Die zegt tegen Anton Plankers, ja, ik wil hier al mee naar gaan rijden, doe jij het ook maar een keer. Carlos van Hees, Wouter Maas en Wesley van Nistelrooy. En wie is er hier goed weg? Ik zie daar een 112 Carlos van Hees. Die is er, zit er goed bij. Die heeft de koppositie in handen. Vervolgens door eentje van FC Nuland. Op 2 en 3. Dan gaan we eens even kijken, is dat Wesley van Nistelrooy? Of is dat Roy van Doren? En daar wordt er mooie inhaalmanoeuvre geplaatst door
Tennessee, Amazone. En dat is met 233 watermaak. Komt hij nog verder naar voren? Want daar is hij met 442, Wesley van Nistelrooy. En dan zal hij toch een indische op de pedalen moeten. Want daar wordt het toch nog eventjes moeilijk gemaakt. We gaan door naar race nummer 8. En daar zie ik Lem Verstegen volgens mij voorbij komen met samen met Niels Hombo. En we zien dat daar op drie zitten, zou ik zeggen. Dat zal denk ik van Geldermans en Koning Hoograkker zijn. Maar hij zit aan de binnenkant, in de bocht, dus dan zit hij gebakken. En daar zie ik Niels Hombo weer naar voren toe komen. Kan hij een aanval plaatsen op die tweede positie in handen te krijgen? Dat zal hem denk ik niet gaan lukken. Hij zit hier op 3 en zal daar genoegen mee moeten nemen. Race nummer 9 van de startheuvel. Met aanleiding hier met Wino van Rijswijk van FC Amazone. Hij slaat meteen een gaatje naar de rest van het veld. En dat is op 3 eentje van de Weijrijlers. En dat zal denk ik Jeff van Hoeven zijn. Dan gaan we eens even kijken met plek nummer 2 en dat is met 381 Rick van Doren. En die zal toch nog eens op zijn tellen moeten passen, want die 167 Jeff van Hoeven, die komt er gewoon heel dichtbij. En Jeff die moet weer aanzetten om die Michel naar Ponder voor te blijven.